Yo, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Goeie Vraag. Ik ben Tom van Gamerset.nl en dit is een format waarin jij een vraag in kan sturen. En dan gaan we die vervolgens beantwoorden met z'n allen van de redactie van Gamersnet. Allereerst bedankt dat je kijkt en ten tweede bedankt voor al die vragen die vorige week zijn ingezonden. Ik kom er later op terug, want er waren deze week namelijk zoveel ontzettend toffe vragen dat we er iets interactiefs mee gaan doen. Nou ja, anyway, dat komt straks, iedereen is geweest. Want eerst gaan we de vraag van deze week beantwoorden en die kwam van Arthur van den Oudehoven. Arthur, bedankt voor je vraag. Hij vroeg zich namelijk af, wat is je favoriete vrouwelijke karakter uit een game? En nee, het gaat niet om de waifus. Het is echt gewoon Favo, niet per se van oeh, die is sexy. Nee, af. Iedereen af. We gaan gewoon je favoriete vrouwelijke karakter behandelen. Laten we ze in hun waarde houden. Ja, go. Dat we deze vraag al niet al een keer eerder hebben gehad. De tofste dame uit de gaming, of uit games. Ja, weet je, ik kan natuurlijk Aloy noemen uit Horizon Zero Dawn, maar die game is nog niet uit. Ik kan natuurlijk de Valkyrie noemen uit For Honor, want die game is echt net uit. Maar ja, weet je, er kan er eigenlijk maar eentje zijn voor mij en dat is Elena uit Uncharted. Ze begint als camerajournaliste cameo, haha. En ja, je bouwt met haar en natuurlijk Drake een band op in alle Uncharted games. En ik vond haar een beetje ondergesneeuwd in Uncharted 4, dat vond ik wel echt heel erg jammer. Maar in alle andere delen, zij is zo tof. Het is echt een, weet je, een stoere chick. Ze durft heel veel. Ze durft alles, pakt een wapen op, ze schiet gewoon. Ze geeft Drake af en toe gewoon een kaartenklap of andere guys. En ik weet niet, ze is gewoon lekker casual of zo. En de relatie met Drake is ook gewoon een beetje zo van lekker sarcasme, lekker kutgrappen maken, elkaar haten, maar ook weer niet. En dan bloeit de liefde op en dan ook weer niet. En ik weet niet, ik mag haar wel. Haar humor, haar toughness, haar, ik weet niet, ze is niet vies van een beetje vel onder de schitterende nagels. En ja, ik had eigenlijk heel erg graag Elena ook gezien in Uncharted The Last Legacy, maar dat mag helaas niet baten. Dus gewoon een keer alle andere Uncharted's nog een keer spelen en dan genieten van Elena's glorie uit Uncharted. Goeie vraag, Arthur, en awesome dat je ons volgt. Favoriete vrouwelijke karakter in een game is natuurlijk heel makkelijk voor de allereerste Lara Croft kunnen gaan, omdat die mij heeft geleerd hoe een vrouw eruit zou moeten zien volgens stereotypen. Of ik zou kunnen gaan voor Liara de Sony uit Mass Effect, waar ik een huwelijk mee had en heel erg trouw aan was, want dat vond ik awesome. Maar eigenlijk is de meest stoere en awesome vrouw in elke game ever is Morrigan van Dragon Age en Dragon Age 2 en Dragon Age Inquisition. En ook haar relatie met haar moeder, Flemeth. Flemeth was een soort heks en Morrigan is ook een heks. En daar gaan allemaal geruchten over en roddels in de wereld. Iedereen wil hun, zeg maar, een soort van doodachtig hebben. Maar Morrigan is echt een fucking awesome chick, omdat zij super stoer is. Best wel afstandelijk, maar als je er eenmaal leert kennen, dan opent ze haar hart voor jou. En je kunt zelfs in de Dragon Age Awakenings, uitbreiding van deel 1, kun je met haar een babytje krijgen. En dat is super vet, want ja, weet je, je hebt wel eens van die chicks waarvan je denkt van oké, als ik die het bed in krijg, prima, maar dat is sowieso de bedoeling. Maar bij Morrigan heb je echt zoiets van, come on, dat het gelukt. Het is gewoon een sterke vrouw, ze kan haar magic, ze verandert in allemaal weirde tentakelbeesten. Wat ook vet is, en ik weet ook niet zo goed waarom ik dat zeg, maar dat komt er gewoon niet meer op. En Morrigan, check Morrigan op YouTube, ze heeft een eigen kanaal. Ja, goede vraag, Arthur. En ik stond er ook een beetje van te kijken dat het wederom een vraag is die nog niet is gesteld. Dat ik dacht van, maar kom op, dat is toch een inkoppertje, weet je wel. Chickies in games, power women, gewoon vrouwen aan de macht, fuck yeah, sterke personages. Ze zijn er ook, er zijn er een heleboel. Ik bedoel, natuurlijk, Lara Croft ligt voor de hand. Samus Aran van Metroid Prime is natuurlijk wel weer een beetje afgezakt en zo. Maar er zijn een heleboel goede voorbeelden. Maar ik duik meteen weer terug naar een serie die ik wel eens eerder heb aangehaald in Goeie Vrek. Volgens mij, weet het niet helemaal zeker meer. Maar Life is Strange. En dan niet Max Caulfield, het hoofdpersonage. Nee, maar Chloe. Chloe Price. Ontzettend toffe chick. En gewoon vanaf aflevering 1 al in Life is Strange had die meid mij meteen te pakken. De voice acting is sterk. Man, ik ben even de naam vergeten, maar die meid doet ook zoveel andere toffe voice acting. En ze doet ook dat hele, hey Ash, what you playing? Zo'n sketchachtig dingetje, daar is ze vandaan gekomen. Maar anyway, Chloe Price is gewoon ontzettend sterk neergezet. Want ja, de game trapt in een aantal clichés. Ze is eigenlijk een beetje een vrij stereotype edgelord, emo, stoner, punk chick.
Maar then again, dat zetten ze wel heel mooi neer in Life is Strange. En daarmee is Chloe wel meteen toch, weet je wel, ja, rock out with your cock out. Ze doet gewoon lekker haar eigen ding en ze heeft een aantal van fantastische citaten, hele mooie lines die ook echt goed geleverd zijn. En tegelijkertijd is het ook zoveel meer dan alleen maar een chickie met blauw haar die joints rookt en gewoon cool is. En een gun heeft trouwens ook, what the fuck, maat. Maar nee, het is nog veel meer dan dat, omdat uiteindelijk over verloop van tijd... Kijk, je wordt natuurlijk verliefd op haar in episode 1. En over verloop van tijd wordt het personage definitief een beetje uitgediept. En merk je waarom ze zo is zoals ze is. En kun je op hele aparte manieren met haar interacten. Spoiler alert, zoenen, wow, sweet. Maar nee, Chloe Price in alle opzichten, fantastisch neergezette dame. Echt een power chick en gewoon ook gewoon, ja, ik weet niet, ik wil een keer met haar, ja, weet je, als we dan toch bezig zijn, dan laten we dan maar een keer een jointje roken met die meid. Want dat is wel wat ze zou doen en ja, ik weet niet. Lijkt me gewoon lijkt me een toffe chick om een keer mee te zitten. En gewoon oprecht heel goed neergezet. Life is Strange, aflevering 1 is gratis. Gaat spelen als je het nog niet hebt gedaan. Is een aanrader van mijn kant. GOTY 2015 of zo, inmiddels denk ik. Doe dat in ieder geval. Chloe, hella cool. Mijn favoriete vrouwelijke personage in game. Ja, ik moet eerlijk bekennen, er zijn best wel wat games waarin ik chicks tegenkom waarvan ik zoiets heb van ja, dat vind ik wel een tof personage. Maar wie er voor mij denk ik wel een beetje met kroon bovenspant is... grappig, met kroon bovenspant, is Prinses Zelda. En dan heb ik het eigenlijk specifiek over Zelda van Skyward Sword, waar ze eigenlijk dus niet eens een prinses nog is. Ja, die Zelda, ik weet niet wat het is aan het design, maar ze is zo onschuldig, ze is toch zo... Ze heeft personaliteit en dat mis ik wel in sommige Zelda-spellen, waarin ze wat meer, ja, prinsesselijk... Waarin ze zich wat meer prinsesselijk moet gedragen, maar... die Zelda is echt gewoon een childhood friend die Link, ja, eigenlijk motiveert om beter te worden. Om erop uit te gaan, om zijn dromen na te jagen. En dat is toch wel een toffe dynamiek, omdat ja, in Zelda heb je dat meestal niet. En los daarvan is haar design ook gewoon heel erg dope. Ik vind het vet hoe ze eruit ziet. Ook haar haarstijl is anders dan dat we gewend zijn van Zelda. Normaal is het heel formeel, zit er een beetje, ja, of een staart in, of het zit een beetje netjes. En dat is meer, ja, zoals je... Normaal zien we Zelda's haar altijd heel formeel, stijl naar achter of ze heeft een staart in. Maar nu zien we bij Skyward Sword toch wel dat ze wat meer, ja, wat meer van het normale volk is. En ik vind dat persoonlijk wel vet, het staat er goed. Ook in Hyrule Warriors heb ik speciaal de skin gekocht om als die Zelda te kunnen spelen. Gewoon omdat ik dat de tofste Zelda skin vind. Dus mijn favoriet personage, vrouwelijk personage. Fuck, ik ga een beetje ratelen nu. Dus mijn favoriete vrouwelijke personage, Princess Zelda Skyward Sword Edition. Bij deze, daar heb je het. Onze favoriete vrouwelijke karakters uit allerlei verschillende games. Heb je dat nou zelf ook in? We zijn heel erg benieuwd naar wat jouw favoriete vrouwelijke karakter uit een game is. Mag ook gewoon je waifu zijn. Vinden we ook helemaal prima. Maar laat vrouwen in hun waarde. Dat is alles wat ik gewoon even wil zeggen. Anyway, om terug te komen op de vraag voor volgende week. Omdat we vorige week zo ontzettend veel toffe vragen hebben gehad. Dacht ik, waarom geven jullie niet de kans om te stemmen op de vraag die we volgende week gaan behandelen. En dit zijn allemaal ingezonden vragen. Ik heb ze even op moeten schrijven, want het waren er maar liefst 4. Het leuke is, je kunt gewoon in een reactie kun je aangeven welke van deze 4 in het tofst vindt. Maar op YouTube komt ook zo'n polletje terecht. Dat je op je kunt klikken en dan kun je automatisch kunnen we gewoon zien. De statistieken, super handig. Thanks YouTube dat je dat doet. Anyway, without further ado. We hebben deze 4 vragen. Nummer 1. Wat is je ultieme gaming food? Deze komt van Underkindermeet op YouTube. Thanks voor je vraag, Underkindermeet. Fantastische vraag. Ik heb zin om het over eten te hebben. 2. Hoe kom je aan je in-game naam? Deze is ingestuurd door Sappige Novel op Gamersnet. Onze in-game naam, dus welke naam we hanteren in games en hoe we daarop zijn gekomen. Kunnen we behandelen, kun je op stemmen. Maar goed, er zijn nog 2 andere opties. Te beginnen met 3. Wat is je favoriete boardgame? Deze komt van Tom Snof op Gamersnet.nl. Deze is al een keer eerder ingezonden en is een beetje de verloren episode van Goeie Frek geweest. Omdat we hadden de opnames al opgenomen en toen ben ik alles kwijtgeraakt.
Sorry. Maar goed, we kunnen het over bordspellen gaan hebben. Net zo leuk als gewoon normale games. Hit ons op, laat ons weten of je nummer 3 het tofst vindt. En last but not least, nummer 4. En deze komt weer van Arthur van den Oudehoven op YouTube. Thanks. Echt meteen weer een extra goede vraag. Dit is, wat is je favoriete bromance? Fantastisch. Dus welke twee kerels we het liefst zeg maar samen vonden gaan of zo uit een game. Ik vond het een beetje een aparte vraag, maar er kunnen hele aparte antwoorden uitkomen. Dus ja, ik ben voor. Anyway, dat zijn de 4 dingen waar je op kunt stemmen deze week. Goed, we zullen ze ook nog wel even in de beschrijving en zo zetten, dat je daar nog even na kan lezen. En stem dan vervolgens op de vraag die jij het liefst behandeld wil zien worden in volgende Goeie Vraag. Without further ado, ik zie jullie wel ergens weer een keer op YouTube, Gamersnet, Twitch, maakt me allemaal niet uit. Ik was Tom van Gamersnet en tot snel en geef je stem door, man. En dat is tof. En je favoriete vrouwelijke karakter mag ook. No pressure. Doe je ding. Doei.